Het Nicolaiviertel wekt de indruk de sfeer van het oude Berlijn weer te geven. In de gerestaureerde panden vind je wijnhuizen, souvenirwinkels, cafés en restaurants. Met het echte oude Berlijn heeft het alles niets van doen. De wijk is in 1987 in opdracht van de DDR-regering in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad geheel nieuw opgebouwd. Kijk, dit is nu echte communistische wederopbouwkitsch. Berlijners noemen het Nicolaiviertel daarom ook wel spottend het socialistische Disneyland. Misschien juist daarom heeft het Nicolaiviertel een grote aantrekkingskracht op de toeristen. De Nicolaikirche is het oudste bouwwerk van Berlijn uit 1230. De gotische bouw vormt een mooi middelpunt van de omliggende wijk. De kerk is genoemd naar de beschermheilige van de kooplieden. Ondanks verschillende verbouwingen staat de kerk nog steeds op zijn oude fundamenten. Hij ziet er met zijn torens uit alsof er twee kerken tegen elkaar zijn geschoven en het te krap werd voor nog een schip ertussen. Hij zou in een klein dorpje niet meer staan. De herberg Zum Nussbaum was sinds 1571 het oudste gastenverblijf van Berlijn tot het in 1943 in de oorlog verwoest werd. In 1986-87 is het, nog onder het DDR-regime, herbouwd in het kader van 750 jaar Berlijn. Aan de Spree is het goed toeven. Heel bijzonder, vlak bij elkaar, van prutje naar pronk. De koolrollade met speksaus is een typisch Duits gerecht. De drei Mädchen und ein Knabe lijken mij ook erg Duits.